Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Fleur en ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn nieuwe huisje helemaal herfstproef maak met de spulletjes van Xenos. Voordat ik jullie ga laten zien hoe ik alles ga stylen in het nieuwe huisje, ga ik eerst een soort van kleine shoplog doen. Ik heb hier namelijk echt een mega grote doos staan. Ik heb allemaal leuke spulletjes uitgezocht bij Xenos, dus dat ga ik jullie eerst laten zien. Ik ga maar beginnen met deze mega grote doos, want er zit echt heel erg veel in. Het is in ieder geval allemaal lekker goed ingepakt. Het eerste wat ik eruit haal is dit. En dit is servies. Zoals jullie misschien net al konden horen in het begin, is dit ons nieuwe huisje. Ik woon hier samen met mijn vriend sinds 2 dagen. Ons hele servies is dus van Xenos. Maar in de herfst en in de winter vinden wij het gewoon super lekker om lekker een soort van tapasavondje te houden. Lekker je broodjes in een bakje. Dus daar heb ik ook nog wat servies voor uitgekozen. Dus dat ga ik jullie gelijk laten zien. Het is echt mega goed ingepakt. Dat is heel fijn. Als allereerst heb ik deze kleine schaaltjes. Zoals ik net al vertelde, vinden wij het in de herfst ontzettend leuk om lekker 's avonds de lampjes, de kaarsjes aan te steken. Allemaal lekkere hapjes op tafel te zetten. Echt zo'n lekker knus herfst wintergevoeletje. En daarvoor leken mij deze schaaltjes wel heel erg handig. Ik zal er eventjes eentje uitpakken. Ik heb er in totaal 6. En dat is deze. Ons hele servies is van Xenos in dit steltje. Dus daarom dat ik deze erbij heb uitgekozen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Hier kan je ook bijvoorbeeld lekkere dipsausjes in doen. Een paar borrelnootjes. Dan voor die lekkere dipsausjes heb je natuurlijk ook een bord nodig waar je de broodjes in kan doen. Om mee te dippen. En daarvoor heb ik deze grote schaal gekozen. Ook weer in datzelfde steltje als in de rest van ons Xenos servies. Ik vind het echt heel erg leuk. Dit zijn de borden van de Toscane collectie. En je hebt ook nog andere kleurtjes. Maar dit is de kleur grijs. Dan iets wat natuurlijk niet in de herfst kan ontbreken. En dat is thee. Ik hou echt in de winter en in de herfst lekker van een kopje thee. En we hadden nog geen theedoos. Dus die heb ik ook uitgekozen. Dit is de theedoos. Het is een glazen theedoos. Met mat zwarte, ja, accenten eigenlijk. Alles een beetje bij ons in de keuken is mat zwart met goud. Ook allemaal van Xenos. Ons bestek is goud van de Xenos. We hebben allemaal van die pizzasnijders en dingetjes. Ook allemaal zwart metaal. Dus daarom dacht ik, deze past er wel heel erg leuk bij. Om lekker een theetje te kunnen drinken in de herfst met dat koude weer. Dus dat is deze. Dan heb ik dit setje pampasgas. En in mijn oude kamer bij mijn vader had ik dit ook. En ik wist gewoon sowieso, als we hier zitten, wil ik dit weer opnieuw. Ik heb ook echt een hele leuke vaas zo meteen die ik aan jullie ga laten zien waarmee ik dit in gedachten had. Ik hoop dat je het goed kan zien, maar het is echt een heel erg mooi kleurtje. Dan is dit denk ik de vaas waar ik het over had. Ik vind het altijd echt een heel erg knus en gezellig gevoel geven als je wat planten of dat pampasgas in je huis hebt staan. En toen zag ik deze vaas en toen dacht ik, ah, jij bent zo mooi. En we hebben gekozen voor de blauwe kleur. Je had ook nog 2 andere kleuren, maar wij vonden dit blauwe wel heel erg mooi. Toch een beetje iets frissigs in de herfst. En hoe leuk is het als je dan dat pampasgras dan zo hierin zet en dan mooi op de grond zet. Wat ik echt lekker vind om 's avonds te eten in de herfst is soep. Lekker met een stokbroodje. Maar we hadden nog geen soepschalen, dus die heb ik ook besteld. Het zijn er in totaal 6. Oh, heel mooi. Ik pak er weer eventjes eentje uit. Maar dit zijn de schalen. Dit is toch echt de perfecte grootte om lekker tomatensoepje in te doen. Die andere schaal om lekker stokbroodjes in te doen. Lekker in te dippen. Ik zie het helemaal voor me deze herfst. Echt mega leuk. En dan als laatste dit mega lekkere plate van Xenos ook. Lekker voor in de winter om overheen te trekken. Als je lekker een soepje aan het eten bent. Dit is een beetje zo'n wafelkleed in een beetje een beige kleur. Dat is ook echt een beetje het kleurtje wat wij leuk vinden om in huis te hebben. Maakt het toch wat knusser met lekkere kaarsjes aan. En dan nog 1 groot item voor deze makeover. En die kan ik niet hier zo in mijn hand houden. Dat is namelijk een hele grote kast. Ik ga hem jullie laten zien. Webbingkast met 6 vakken en deze kost €159. Hij wordt dus helemaal al gemonteerd geleverd. Dus eigenlijk hoef je er niks meer aan te doen. En dan denk je, waarom zijn dan jouw deurtjes eruit? Maar wat mij dus heel erg leuk leek, is om de kast zwart te verven. Nou, je ziet al dat ik het heb afgeplakt. Dit blijft gewoon lekker de kleur van de webbing zelf. Maar alles eromheen ga ik zwart verven. En dit willen wij dus als tv-meubel gebruiken. Dus dat is wat ik jullie ook een beetje ga laten zien. Dus dat wordt het project van deze kast. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zo laten. Zo vonden wij hem ook heel erg mooi. Maar omdat het anders allemaal wel heel wit en beige werd, dachten we, we maken hem lekker zwart. Je kan dit natuurlijk in iedere kleur doen die je wilt. Of je laat hem lekker in de kleur zoals die is. Ik kom erachter dat ik nog iets vergeten ben te laten zien. Maar iets waar ik wel ontzettend blij mee ben. Ik had het alleen al uitgepakt omdat ik het zelf niet opgehangen kreeg. Dus ik ga het nu laten zien. Dat is namelijk deze paspiegel. Ik ben zelf best wel onhandig met dingetjes ophangen. Dus vandaar dat iemand anders dit gisteren al heeft gedaan. Maar dit is de paspiegel van 40 breed bij 120 lang en is €19,99.
En ik ben er echt ontzettend blij mee. Zo kan ik gewoon iedere ochtend goed kijken hoe ik eruit zie voordat ik de deur uit ga. Nu ik jullie alle items heb laten zien, gaan we beginnen met de makeover. Ik zal jullie eventjes ons servies laten zien. En zoals je ziet staat hier dus al het een en ander van Xenos. En daar gaan we nu de rest aan toevoegen. Dan gaan we verder met de theedoos in te richten. Het staat nu in deze pot. Maar ik vind dit zelf niet heel erg mooi en ook niet handig, want alles zit door elkaar heen. Dus hier gaat lekker de thee in. Zo, dit ziet er al een stuk beter uit. Dan gaan we verder met de vaas en de pampasglas. Er staat hier naast onze bank staat een tafeltje. Is een beetje leeg. Ligt er allemaal troep op. Dat gaan we eventjes weghalen. En hier ga ik de vaas neerzetten. En ik dacht dat is wel leuk om hier het pampasglas in te doen. Tadaa! Misschien moet ik er nog eventjes een paar bij kopen. Maar dit is in ieder geval het idee wat ik had. Dit is wel echt heel erg leuk. Dan dat donkere zijkleed gaan we vervangen door deze mooie nieuwe lichten. Staat echt een stuk beter ook bij de bank. En dan als laatst dit projectje. Dit gaan we eventjes een likje verf geven. We zijn een paar dagen verder en de kast is helemaal af en opgedroogd. Dit is dan hoe die is geworden met de tv erop. Wij vinden het echt heel erg leuk. Ik ben er echt heel erg blij mee. En je kan dan natuurlijk ook gewoon lekker de eigen kleur van Xenos laten. Zoals de kleur van de binnenkant. Maar wij vonden het zo met zwart wel heel erg leuk. Dit was dan het einde van mijn Xenos huis makeover video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op het kanaal van Xenos. En een duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop tot de volgende keer. Doei!